met. Die predictie zo naar Ulders zijn gestoord. Ah, oh, nee. Hey, Mitchell, als het anders heel slecht gaat, kunnen we nog wisselen. Nee, dat kan niet. Jawel, Morgana kan ook met. Ja, Morgana kan met, maar... Oh, jezus. Kan wel support, dat is het punt niet. Alleen je hebt het probleem dat mijn beeld compleet niet support zal zijn. Ja, dat klopt. Ik heb alweer ult. Ik had verwacht dat Luke wel een bezem zou hebben. Dat je niet dood gaat. Ja, had het wel beter geweest. Maar nee. Nee, ik kaas niet alles. Ik doe veel. Jezus, ik loop snel. Ja, klopt, door die speedboost. Ja, precies. En ik geef hem wel de ultimate. Ah, kan je niet ontkennen. Pak hem! Maar we hebben een team op bot, dus dat moet wel lukken, denk ik. Damage. Sorry? Ik moet dood. Team op bot, dus dat moet wel lukken, denk ik. Deze? Grace, nee. Nee, jullie worden gewoon gerekt. Kill me! Okay. Jullie worden gewoon gerekt. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, maar dat maakt niet uit. 5k gold, jongens. Wat kan ik doen in mijn leven? 30 seconden. Oh, Jukes! Wat is dat? Ah, Graves ult. Ja, ik heb 1 seconde. Ah, hij basic attackte niet de verkeerde. In eerste instantie basic wel de verkeerde. Ja, ik wil hem wel pakken, maar dan ben ik weer die klootzak die alle 26 staan health crystal pakt, terwijl die nog niet dood is gegaan. Maar ja, ik heb mana nodig om utility, om je handig te doen. Ah, ik ben dood door de Soraka, jongen. Jezus, gaat rekken. Waarom antwoordt Teemo niet? Wat heb ik hier nou aan? Geen. Maar SS7 is begonnen, of die een harde lease kan geven, ja of nee. Oké. Okay. Hier staan mensen, hier staat Zyra, wedden. Ik voel me Michael Jackson. Waarom heal ik zo? Ja, dat is Sona natuurlijk, hè. Oh, Teemo, kom gewoon helemaal niet helpen. Tom, help me eens even, alsjeblieft. Weer, 3 seconden ult. Nog een basic, alsjeblieft. Ja, nou kan dat niet meer. Nee, nou, laat me gaan. Hey, ik zie held. Staan tegen Graves en Malphite. Hey, Marco, ik heb geen assist door jou. Oh, de Zyra. Dit is zoveel pijn. Oh, de ult combo's daar. Ja. Ah, niemand stopt ze ervoor. Echt, ze hadden allemaal van elkaar. Tenminste, was het? Zyra had zo makkelijk voor kunnen lopen. Niemand stopt ze ervoor. Jezus Christus. Oh, Porro, ik heb al net een Porro gefeed, alleen yo, niet goed blijkbaar. Nu heb ik een assist. Ja, nu heb ik een assist. Haha, heb je mij nog geshield. Lekker hoor. Zyra heeft lay injuries gehaald. Shit. Dat is niet goed. Dit is waarom ik aan Momo wilde kwijtraken. Oh, onze Warwick is trouwens full tank gegaan. Warwick, Jorik. Jorik, ja. Ah, ik zal het ja, nou. Ah, who cares. Ja, wel een teer voor de mana. Hallo. Meer. Hallo. Doei. Oeh, die night. Salty. Ja, hij zit onze status elke keer te faken, hè? Nee, ja, ja, helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb mijn. I won't join your status. Ja, nou, dat is toch net zo erg of niet? Nee. Nee. Geaggregeerde vraag, stik me. Als we Soraka dood hebben, dan is het klaar met ze. Hij is gesloten, jongens. Waarom focust niemand mij? Kom op. Oké, Bart is ook heel irritant. Ja, ik ben een heleboel gold waard, dat weet ik wel. Ja, ik ben gewoon 500 op Aram, Jelle. Ik heb 7k gold. Oh, jullie spelen Aram. Oh god, jongens. Timo, ren dan weg. Ik ga Timo is heel slecht, hij leasjes het net zelfs niet eens. Dus ik denk dat je niet veel van hem kan verwachten. Ja, Jelle, je staat in een game met Tom en Mitchell, dus waarschijnlijk had je niet heel veel beter hoeven te doen. Ja, ik ben ook Warwick hoor, dus maakt verder niet uit. Ja, daar heb jij zo niet veel van. Heb je al gewonnen, precies. Dan staat hij okay. 23. Oh jee. Morgana, why no help? What the fuck? Ah, de heal. Ik heb niet echt behoefte om te zeggen, Teemo, why you retard? Oh, boom! Ja, ik wil dood. Kill me now, boys. Ja. Jongens, ik ga damage doen. Zo cool. Kuts. Stond de caravan voor. Ik wil niet D-boots. Waarom zou ik Yonians willen? What the fuck? Oh, zo naast. Dat, hoort dat op Orianna? Fuck ik doe het best vaak hoor, ook in normals. Fuck dat shit. Dit bedoel ik met de makkelijk 7. Nee, wacht, je bent nog een level 6 hè?
Hé, hey, nu zijn de kills van Regin assist op. Ben je dat wel dan? Nee. Beter hebben we hoge skill participatie. Even kijken. Jorik heeft 11. Hij is level 4. Ik heb 21. Oh, ik heb ook 21. Ah, ik heb en die andere guy heeft 19, weet je. Zo. Ja, maar nu zijn jullie kills aan maken zonder mij. Ik dacht ze hebben Zyra en Graves. Hebben jullie de naam gezien van de enemy Udyr? Ja. Het oude viezerik. Ik had er net eentje, dat was een tafelpaard. Wel een keertje strakke putjes. Ja, die, ja, strakke putjes. Die loopt langs, die was wel grappig. Ja, maar dat was ook goed, dus dat was kut. Maar waarom ben ik ge... Timo is niet zo goed. Kijk die shields op Milan. Timo is echt niet goed. Even, hij zegt van Morgana, why no help, terwijl ik ze allebei gestunt had, zodat hij weg kan lopen en dan blijft hij staan. 2 seconden. Ah, Marco, fuck jou. Oh god. Oh. Ja, nou Graves. Ik wou zeggen, nou Graves, I don't care. Kart is irritant, man. Mm-hmm. En ook als hij dood is, is hij nog steeds irritant. Yep. Je moet echt de battle zeg maar ruim van hem winnen, anders heb je een probleem. Marco, we did it! Hey. Right, Marco. Oh, die moeten we hebben. Oh, lekker. Oh, wauw, domme. Ik mis hem weer. Oh, nee, ik bedoel... andere. Die bedoel ik. Hahaha, dat shield! Heus! Dat shield plus mijn heal is. Ach, ik... Nee. Oh, hij dacht echt van hij heeft me. Maar... zonder mijn shield was. Oh, nee. Ah, kom op. Zonder mijn shield was je al dood geweest. Ja, deze fucking. En ja, nou ben je geen gold meer waard. Oh god, zijn. Ja. Nou ben ik te lul. Ja, dat wel. Of niet? Jawel. Jawel. Oké, nou maar. Hoeveel mana hebben jullie? 778, maar ik heb een SS Reaper. 1647. 1820. Ah. I have een tier. Klopt. Ja, ah, Jorik heeft meer. Ja, Jorik heeft meer. Hij heeft wel minder stacks. Frozen Heart, hè? Hij heeft ook Frozen Heart, ja. Ik zie hem net, ja. Ik kom. Maar ik ben er voorlopig nog niet, want ik ben niet zo snel. Want ik ben Odeana. Hey Timo, je hebt nog gedaan. Timo, doe nog wat, joh. Ah, je bent 2 kills. Ah, je bent even snel als ik. Ik sta hier, AFK te wezen, zeg maar. Wacht tot de Lee Sin langskomt. En zijn blue spant over een paar seconden als het goed is. Op. Oh. Voor de Lee Sin red begonnen. Je hebt geraakt. Jezus, ik werd veel geraakt, jongen. Oh, ik zat niet vast, oké. Jongen, die doet ook werk, jongen, jezus. Kijk hem aan. Nou, maar hij hoeft alleen maar die dingen te spammen, meer hoeft hij niet te doen. Dat is heel de champion, daarom is het ook weer zo'n goede Quinten champion. Ja. Net zoals Vladimir. Oh, rennen. Oké, dat waren allemaal goede ults. Zag je me niet, Mitchell, met een vechten met Karthus? Nee, want ik was bezig met mezelf. Pak dat ding. Nou, ik heb hem ult. Milo, was je nou dit gaan geult door Jorik? Nee. Hij heeft me geult, maar... Ah, jij ging niet dit. Nee. Dat deed hij vorige keer ook al, maar ik heb denk ik waarschijnlijk de meeste damage of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Oh, hi. Oh, hi. Aaron. Zo, die guy veel maar. Hij heeft zijn schild even maar doodgemaakt. Ja, 400 damage van zijn schild. Oh god, jongens, dit werkt. Oh. Ja, wel, ze zijn allemaal gesloten. Ik pak allemaal aan, want ik ben een lul. God. Nee, ik zou je redden. Oh shit. I'm not a worm, I am a human individual. Dickhead. Do not call me a worm. Miss. Sona, nee! Oh, dit gaat niet goed. Ik ben alweer geult. Ja, echt? Oké, dan ga ik een beetje pushen. Oh god. Ah, die Zyra ult ook. Nee, open op, ze hebben een ward geplaatst. Je is niet pushen. Nee, oh, ik word jouw shielder. Oké, okay, Timo is echt een retard. Ah, shit. Iemand focust Maokai, what the hell.
Ik had deze ook gestunt, maar dan... Ja, Jezus Christus, man. Nou ben ik fucked, hè. Nou ben ik zo hard te lul. In Zyra's snack ben ik al dood. Ja, geef nog meer health terug aan Henk. Zyra staat er nog, hè. Pak die dingen. Ja, deze Teemo. Wij mag Jorik echt bals gaan er. Oh. Dat eerder moeten zeggen. Ja, ik neem ook wel bals. Inderdaad. Penta, penta. Oh, wacht, dat gaat niet echt. Nee, niemand had Annie's. Penta met Annie. Ja, oh, jij. Nee, dat kan helemaal niet, man. Ja, lekker. Oh! Wow. ja. Nee! Nee, wist maar. Everywhere. Nee, Mark. Is kom. Ja, Jezus Tietus Christus, komt die Graves opeens met zijn ult. Nee, ik ben dood! Ah, kijk. Opeens stond Graves achter ons. Van 8 om 1 naar 10 om 3, joh. Maar zo naar... Ik heb het gevoel dat zo meteen Lee Sin naar me toe komt. West in pre-pre-pro. Dat kan best, want hij was er net hier. Ja, daarom juist. Ik ga Timo even muten, want ik ben hem helemaal zat. Marco heeft één meer keer op de Spation, Milan. Hey. Oh. Ja, door die ene zo. Nou heb je hetzelfde. Is er nou weer een kloof van mij gemaakt? Zo, ben je lekker snel, Marco. Ai. Ja, je hebt veel meer movement speed van jezelf. Dacht je dat je dit kon winnen? Oh, nou heb ik helemaal... Fuck. Nee jongens. Oh, hi. Ik heb er zin in. Alweer, hè? Wow, Marco! Oh, de combo's! Hey, Lux, ik kom naar jou toe. Jees. Ik hoop dat ik het... ze komen allemaal. Ik dacht van mijn teen erin pleuren. Fucking combo's, man. Wat is dat voor Teemo? Jezus, dan bind ik. Jezus, wat is een fucking Karthus? Ah, nee. Jezus, Teemo. Wat is een Karthus, man? We hadden al lang kunnen backdooren, what the fuck? Eigenlijk wel. Ik bind fucking Graves en dan gaat hij fucking. Ze gaan het werk doen. Ja, dat had ik ook al door. Hey, jongens, we moeten even werken. Alsof er. Is het hier? Oh jee, finish! Finish! Nee, niet finish, jongens. Ze hebben hem al, denk ik. Oh, Mila. Oh, Tibber, fucking tryhard. Sorry, Tibbers, sterft er nog bij. Ik zit in een potje. Ik gooi nog gelijk. Wat voor een raam dan? Ja. Toch shitload aan damage. Ah, kom op, gaat die ulten. Vies. Onze ulte. Die combo op het einde, die was echt nice. Kijk, Milan onze damage. En meer kill participation. Ook meer deaths, dus ook daarin. Mijn kill participation, hè? Ik was ook echt constant op die champions aan het bezig, jongen. Ja, Caitlyn is wel zo sterk, dat ze gewoon vanaf een 10% afstand natuurlijk. Ja, maar ik kan buiten dat was Zion, een extreem verstand kan ik gewoon basic, hè. Oeh. Serieus? Ja. Die is eigenlijk een 600 range. Ah, Milan, je damage op de passive van Zion telt ook trouwens. Ik ben glas achtergekomen. Ja. Het blijft de champion, zeg maar. Mm-hmm. Ik haat midspelen eigenlijk. Met veel te kwetsbaar. Mid is alleen die je echt kan carryen. Ik haat een AFK in mijn team, oftewel Tom, want die gaat AFK volgens mij, dat ik net hoorde dat hij met zijn pauze. Ja, ik moet godverdomme eten en dan geven ze van tevoren 5 minuten van tevoren aan. En we hebben een retard Teemo, dus dit gaan we gewoon dik verliezen. Hé, hey, Warwick Terry, man. Hoe kan Warwick nou weer verliezen? Met zo'n team kan je echt niet winnen. Even, hier kan ik niet zoveel aan doen, hoor. Maak, hij is ook nog steeds disabled. Nou, ik ga wel even leren. Dat tot Noord-Amerika. Ja, een heel alles. Overal. Zie je disabled. Oh, maar ook aan economie maken. Gezellig. Nou, ik ga even eerst alle oefentoetsen. Ik heb hem gebouwd. Zelftesten maken. Waarom zit Graves hier? Weet ik niet. Echt, aderskunde is zo makkelijk. Het gaat zo nergens op. Heel dat examen. Oké. Okay. Hallo Mitchell, kom maar aan. Ik ben alleen te laat. Tom, zeg dan even dat hij eraan komt. Jongen, we waren Dat had ik niet gezien. Hij was er net dood gegaan. Lekker dit.
Oké, okay, Graves is echt hard gefeed. Hoeveel kills heeft hij? Wat, hij heeft een 9. Oké, okay, ik ben klaar. Hoe heeft Graves 9 kills? Oké, okay, ik ben klaar met het potje. Ja, Tom, wat de fuck is daar gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, het is jouw lane, dus Milan. Wat is daar gebeurd? Ja. Als ik eco niet snap, dan kom ik jou voor lastig vallen, oké? Okay? Ja, nee, zoals de meeste mensen dat doen. Ik ga gewoon zo meteen weer verder met wiskunde. Dat is een stuk beter dan dat is jouw leven. Bij economie. Ik heb morgen gewoon wiskunde toetsen, jullie niet. Ik heb morgen aders kunnen toetsen, ja, daar. Ik heb morgen informatica ook. Ja, maar jij mag niet klagen. Echt wel. Wat een held. Wat een held. Nou, wie zal maar Latijn hebben, Jelle? Zo, dan ben je pas dood. Ja, wie zal maar AK hebben? Trouwens, Geefshuis bij Duitse surveillance. Nee, ik moet trouwens gaan. Hier hebben we... Jander. Ik moet ook gaan, later. Fucking hell. Nou, leuk bordje. We gaan gewoon surrender op 20 minuten, ja. Ja, vind ik een goeie. Ja, ik kan hier niks aan doen. Ik heb al vaak tegen ze gezegd van, ga een godverdomme een keertje aangeven, want daarvoor horen. Voor horen? Nee, hebben ze iets van, jezus, tering man. Ah, ik heb Melis bij mijn geschiedenis toets op surveillance. Dan heb je echt een probleem met plaatjes. Als je heel veel plaatjes nodig hebt, zou ik ze maar aan het begin alvast heel veel allemaal vragen. Nee, ja, Hago is de eerste surveillant hoor. Nee, maar ik zal wel zeker dat toch maar gewoon een heleboel plaatjes nemen, want Melis die gaat waarschijnlijk is, ja, dat hij niet door heeft dat iemand plaatjes nodig heeft ofzo. Ah, nou, ik zeg dan altijd gewoon van, meneer. Ja, dan nog, dan duurt het nog wel even dat hij reageert. Meneer, wat ze doen? Ik weet niet, dat was vorige keer voor mij ook of zo. Toen let ook eentje helemaal niet op. En ik zat vlakbij die docent, dus ik kom even... Pas op, Jelle. Die zin zit daar. Zeggen van, die heeft een plaatje nodig. Ik kan hem aan. Maar ik ga dan even... Later. Doei. Are you scared of me? Oké. Okay. Nou, we kunnen nog steeds... Ja, joh. Kijk wat je hier. Weet je, ik ga al mijn spullen gewoon verkopen. Daar heb ik gewoon zin in. Dit wordt echt een YOLO-potje nu. En ik ga alleen maar dat ga ik kopen. Dat ga ik voor leuke dingen allemaal kopen. Wauw. Ja, ik ga gewoon Deathfire Grasp. Sowieso. En dat ding. Oh, jij doet ook mee, is leuk. Ja. Echt kutzooi, man. Hij zit fucking aan mijn farm. Je checkt het. Waha! En dat was het. Dat meer kan ik niet. Dan ben ik door om alles heen. Ging je naar het flesje? Ja. Ik heb er geen zin in. Een flesje maar gewoon. Ja, ik ga de laser in. Ik ga naar de laser rennen. Nou, heb ik er zin in ook. Dan ga ik naar de laser. Ga gewoon naar AFK. Ik heb er geen zin meer in zo. Nee, anders krijg je zo'n ding. Je moet gewoon naar de laser gaan rennen ofzo. Dat is leuk. Ja, toch? Kijk, ik ben er al bijna. I'm Michael Jackson! Hey, Goody, je ziet me niet! Hey, Goody! Je ziet me niet, hè? Nee, cool. Wee! Maar niet te vergeten, ik ben wel full AP Warwick, hè? Mhm. AP Warwick. Ja, ik heb alles verkocht en ik heb een Deathfire Grasp teruggekocht. Ik zin in. Waar is iedereen nou? Is iedereen al pleiten? Geen idee.
even kunnen surrenderen voor jou. Accept. Toch nog? What the fuck? Dan moet ik het nog een keer. Dan moeten we 5 minuten wachten. Dan kunnen we nog een keer. Oké, let's do this. Oh, hij is al weg. Oké, dat is goed nieuws. Zal ik nog een keer naar de lezer toe gaan? Doe dat. Ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Cool, kom mee. Oh, Timo gaat ook mee. Cool. Dan moet je even goed schilderen zo meteen, oké? Is goed, jongen. Oké. Zo lopen. Ja, godverdomme! Ja, je moet zo lopen, tussen de turret zeg maar door. Anders pak je te veel laserstreams. En dan zo. Ik weet precies de route ondertussen al. Oké, dan gaan we. YOLO! No-bo's. Wij zijn no-bo's, weet je dat? Die zin, I used my Nokia. Ah, ze gaan wel finishen. Maar goed, ja. Als het, ja. Als het maar over is. Precies. Kutbordje. Oh, we zijn er weer. YOLO. Ik ga er gewoon inlopen zonder ook me iets te doen. Ja, ga ik ook doen. Kijk me gaan, ojo. Kijk me gaan, hier. Kijk me dit doen, ojo. Kan je niet, hè? Nee, kan je niet, hè? Ojo, hey, kijk, cool. Kijk met DFG je dan, hè, hoor, joh. Kijk met DFG je dan, hè, wow. Dat ging. Laat me beginnen met DFG, dat vind ik cool. Hier. Kom hier dan, hè? Kom dan, hè? Hey, we kunnen weer! Yay! Waarom vote er nog iemand mee? Geen idee. Oh, weer niet! Ah, irritante kutjes. Jongens, hier heb ik niks aan. Nou ja. Ik ga er toch alleen maar YOLO in, ik sta niet 3 om 9. Ik stond met 3 om 1. Lol. Ik ga gelijk even homeguards koken. Kan ik hier sneller doodgaan. Vind ik een goeie. Ik ga ook voor de homeguards. Dan moet je wel mobilities met homeguard hebben. Ja, ik heb geen mobilities met homeguard. Ik heb normaal sorcerers. Ik heb helemaal geen boots. Dus ik heb nu gewoon de boots gekocht. Dat vind ik wel goed genoeg. Dan kan ik snel naar de laser rennen. Ze denken dat ze toen met z'n tweeën aan kunnen. Haha, zo fun. Hoi. Ik gooi gewoon al mijn abilities. Ik ben nog weggekomen ook. Hoe joh, kijk me. Weet je wel, gooit alles. Ja. Precies. Dat is lachen. Weet je wat pas lachen is? Geen damage doen en doodgaan door de wolves. Precies. Dan heb je verkeerd gebuild, jongen. Joh, ik ben AP Warwick. Ja, nou dat is super sterk hoor. Ja, maar ik heb geen items, want ik heb alles moeten verkopen en ik heb verder. Nash is lidsbeen, hè jongen? Nee, maar dat heb ik alle twee nog niet. Ik heb alleen de fiber. Jezus zeg. Hè, zijn we eindelijk gefinished, nog tijd worden.
Ouwe, vieze Rick. Ik een beetje vies. Perf. Ribortas. Oh joh, ik had nog steeds meer gold dan Timo. Oké, okay, Timo deed echt wel fout. Ik heb ook meer gold dan jij. Dus jij deed ook echt wel fout. Ja, klopt. Ik stopte. Ja, maar dat deed ik ook. Ik deed zelfs nog eerder dan jij. Dus, wat nu? Dan moet ik eigenlijk weer een beetje aan mijn Nederlands. Heb je morgen mondeling? Nee. Woensdag pas. Dan ga je er nu al aan. Ja? Ik heb dinsdag, maar ik ga het helemaal echt. Ik heb niet te druk om andere, met andere dingen. Ik heb morgen een wiskunde en. Ik heb voor maandag niks. En voor dinsdag heb ik alleen eco. Dus. Maar komt er dus opnieuw dat ik weer van Skype afga. Jo, later. Oh, waar zit alleen nog op Skype? Ja. Dan ga ik ook maar. Nou. Ik ga vanavond pas informatica doen, dan kom ik wel weer rollen. En daar ben ik nu mee bezig. Ja, zullen ik vanavond niet hoeven te doen? Ik ben nu nog wiskunde D aan het doen. Ben ik sinds. Maar dat heb je ook morgen natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb gewoon gezellig twee toetsen morgen. Jij kan in principe morgen aan informatica beginnen. Ja, maar ik doe het vandaag. Morgen wil ik gewoon eco en mondeling doen. En vandaag wil ik ook even wat mondeling doen. Heb ik geen tijd meer. Eco gaat automatisch, want ik krijg gewoon vragen van andere mensen die ik moet gaan beantwoorden. Ja. Zo werkt dat. Zo werkt het bij mij bescheikunde. Maar bescheikunde heb ik er dit keer geen tijd voor, denk ik, want ik moet heel veel Latijn doen. Ik heb gisteren ook heel de dag Latijn gedaan. Op je woensdag Latijn? Ja, daar heb ik alleen scheikunde, dus dat is echt makkelijk, weet je. Ja, jij hebt echt best wel chill toetsen rooster. Ik heb best wel een chill rooster. Ik heb het weer zelfs op kloten. Maar ja, ik heb in principe als ik woensdag heb gehad, ben ik klaar. Want ik heb alleen nog natuurkunde en wiskunde. Ja, dan heb ik ook nog thuis woordjes leren, weet je wel. Hmm. En daarna die volgende week Engels, ja, boeiend. Maar ja, ik moet sowieso heel veel om gaan doen van wiskunde bij. Ja, ik ook. Want ik heb echt nog niks gemaakt. En dus, ik heb echt zo'n hekel aan meetkunde, jongen. Ja, het duurt zo lang. Maar ik zie het vaak ook gewoon niet. Oh nee, ik zie ze vaak wel, maar dan doe ik ze even in mijn hoofd. En dan laat ik hem lopen. En als ik hem dan moet uitschrijven, dan zit ik van, hoe moet ik dat nou eigenlijk opschrijven? Ja, ik zie meestal wel waar ik heen moet. Ja, precies. Maar dus het is gewoon. In mijn hoofd toe zie ik hem wel, maar als ik het dan moet gaan uitwerken, van ja, hoe. Ik wil zeggen, en dan zit ik altijd van, maar is deze hoek wel hetzelfde als die hoek? Ik weet dat het zo moet zijn, maar hoe ga ik het bewijzen? Bewijzen door het ongerijmde. Bewijzen door het ongerijmde. Dat is kut. Nee joh. Dat zat nergens op. Nee, waarom zou je dat ooit doen? Oh ja, dit klopt niet en dit klopt niet, dus het moet wel zo zijn. Ja, kijk. Dat is bullshit. Het klopt inderdaad niet met wat je stelt, maar. Nee, maar het. Ja, het is gewoon zo raar, weet je wel. Het is zo omslachtig. Kut flappetapper. Oh, je bent met die dingen allemaal bezig. Ja. Ja, ik kijk ze vanavond. Ja, ik heb de theorie al allemaal gelezen, dus ik ga gewoon deze opdracht een beetje maken. Het is best wel makkelijk, alleen nu zit ik even te twijfelen hoe ik naar verder moet. Want hij zegt dat ik twee locaties moet maken, maar volgens mij heb ik aan één al genoeg. Ik ga eventjes vragen met antwoorden, zeg maar, kijken van hoe zij dat hebben gedaan en that's it. Ja, nou, ik wil flaptappen in ieder geval zelf hebben gedaan, weet je. Ik heb die frisdrankautomaat nog helemaal zelf gedaan. Ja, misschien ga ik die ook nog wel doen, ik weet niet. Maar het kan volgens mij op zoveel verschillende manieren. Want Freek die had het net wat anders gedaan. Die had met een ruststand of zo erin. Ja, oké. Maar het werkte die van mij ook dus. Fuck it.
Sowieso gaat Melis toch zitten zeker morgen. Dat sowieso. Eens kijken. Welke vragen van Wiskunde D moet ik nog? Ja, dat moet natuurlijk ook nog. Ja, ik snap wel. Ik heb zoveel theorieën die ik in mijn rekenmachine moet zetten, hè? Hoeveel? 22? Ik ga trouwens ook een waarschijnlijk een nieuwe telefoon halen. Hoezo? Hè? Huh? Hoezo? Omdat mijn abonnement bijna verloopt. Dus dan koop je gelijk een nieuwe telefoon. Ja. Leuk. Nou, ik heb hem nog niet, maar... Ja, waarschijnlijk Samsung Galaxy Alpha. Als mijn abonnement afloopt, ga ik geen nieuwe telefoon kopen. Dan koop ik gewoon zo'n helemaal goedkoop abonnementje, neem ik dan terug. En dan heb ik gewoon dezelfde telefoon, totdat dat ding echt kapot is. Ja, dat wilde ik eerst ook gaan doen, maar ik kan deze mobiel zeg maar verkopen voor 120 euro of zo. En dan kan ik die andere mobiel kan ik dan gewoon daarvan kopen, zeg maar, naast het abonnement. Mm-hmm. En dan krijg je ook nog zo'n tablet bij, maar dat is zo'n 7 inch tablet, weet je, als een klein mini ding, dus. Ja. Kun je net zo goed als telefoon meenemen? Ja, bijna wel. Weet je wat we niet hebben geleerd in die theorie? Select. What the fuck is dat? Dat interesseert me eigenlijk ook niet, maar... What the fuck is het? Select? Ja, je hebt dat minuutje met guard, sync, update, weet je al. En daarboven staat nog select. Ik weet sowieso niet wat het allemaal doet. Een guard is gewoon een voorwaarde. Sync is dat twee dingen tegelijk lopen uit verschillende klasses. En update is gewoon... Zeg maar I++, zo'n idee. Gewoon dat het iets verandert. Het is echt... Dat is zo simpel. Je moet van anders maar even morgen of vanavond of zo even open. Ja, joh, dat is niet zo moeilijk. Godzonde. Wie is me nou zo aan het spammen? Oh, dat is Quinten weer, hè? Zit hij nou weer te spammen? Heeft hij weer niks te doen of zo? Quinten met Freek. Maar het is niet per se een vermoeden dat er iets minder is. Dus de spreekproef zegt dat en dan true. Nou. Ik heb mijn stream nog niet opgezet. Ik ben ook klaar met.